Suriname heeft, ondanks alle economische teleurstellingen van de afgelopen jaren, toch nog genoeg potenties om er bovenop te komen. Dat is de conclusie van de gastsprekers van Kenniskring, die gisteren hun lezing hielden voor de maand april. Het thema was: is Suriname a failed state? Om een gedegen antwoord op deze vraag te geven, werden de politicus Krishna Mathura, de ondernemer Roy Bikhari en mediadeskundige tevens voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, Carla Boetius, uitgenodigd. Het trio gaf in afzonderlijke presentaties aan wat de huidige status van Suriname is in economisch en bestuurlijk opzicht. Zowel Mathura als Bikhari zijn het erover eens dat er wel sprake is van wanbestuur in Suriname. En ja, voedselzekerheid, ja, inderdaad, er worden veel pakketten uitgedeeld. Maar redelijk, we kunnen leven, we kunnen eten, hoewel het duur is, maar we kunnen. We hebben, ik denk dat een groot deel van onze samenleving toch toegang heeft tot voedsel. Internet, telefoon, water, stroom, sanitatie zijn dingen die toch wel redelijk goed zijn in Suriname. Daarover hoeven we denk ik niet te klagen. Particulier initiatief, denk ik ook heel veel particulier initiatief. En dan moet die samenleving echt omgecomplementeerd worden. Ik denk dat dat ook heel goed is. Veel sociale activiteiten wat ik om me heen kan zien. Heel veel mensen die echt initiatieven ondernemen om anderen in moeilijke tijden te ondersteunen. Maar veel sociale activiteiten. We klagen over elke president. Heb je ooit een assembleelid horen praten over een wet te maken om een afzettingsprocedure in te stellen? DNA-leden binnen de wetgevende macht zitten ook in de uitvoerende macht. Zij zelf zitten in NGO's, RVC's van overheids- of semi-overheidselijk. Of een vrouw, of een man, of een kind, of een buitenvrouw, of een buitenman, of een familielid. Begrijp je? Dus je hebt, als je geen controlemechanisme hebt, kan je geen enkele organisatie besturen. Je kan niet eens je vrouw besturen. Stel je voor, je vraagt niet waar ze gaat, hoe laat ze komt, hoe ze aan dat geld komt en anders zie je dat het wel gaat op reis gaan. Laat staan een land. Maar hoe komt dat geen enkele politieke partij ooit over deze dingen praat? Boetius onderstreepte de rol van journalisten als het aankomt op beleid en bestuur. Vooral de objectiviteit van de journalisten in Suriname kwam aan de orde. En als we kijken naar bijvoorbeeld het bestuur hier, 17 ministeries. En dan zeggen we, als zij allemaal, ze krijgen een begroting, ze hebben een bepaald beleid. Als ze allemaal, zoals het er staat, hun beleid zouden uitvoeren. En u heeft het gehoord bij de vorige inleiders, dat er zoveel corruptie is. Maar als er niet zoveel corruptie zou zijn en als er niet zoveel corruptieve leden zouden zijn in de regering, zouden we een heel welvarende staat zijn met 17 ministeries die allemaal gingen voor het beleid dat ze hebben uitgezet. En, je kijkt over de hele linie, hè, het begint bij de ministers, de directeuren, onderdirecteuren. Waar eindigt het? Maar feit is dat we kijken, en daarom zeg ik, niet het land is faal, maar de bestuur en de opeenvolgende en het begin bovenin en het cijfel door tot naar onderen. Carla Boetius gisteren tijdens de lezing van Kenniskring met als thema: is Suriname a failed state? Andere gastsprekers waren Roy Bikhari en parlementariër Krishna Mathura.